wil heel graag vragen of jullie allemaal je ogen dicht kunnen doen en heel goed kunnen luisteren naar het volgende fragment. Nou, dat was het geluid van de bultrugwalvis. En dat, een mooiere introductie kan ik me niet verzinnen voor mijn onderwerp. Waar we het over gaan hebben is de oceaan. Voordat we een kijkje onder water gaan nemen en ik wat van mijn foto's ga laten zien, wil ik jullie eerst even terug mee de ruimte innemen. Dit is een foto die jullie ongetwijfeld allemaal kennen. Dit is ons thuis. Hier voelen wij ons thuis. Dit is wat wij onze aarde noemen. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je helemaal geen aarde. Tenminste, je ziet wel een beetje aarde, maar je ziet ook heel veel blauw eromheen. En dat is de oceaan. En onze planeet bestaat voor 2/3 uit oceaan. Maar hoeveel weten wij eigenlijk van al het leven wat er in de oceaan leeft? Al de zeezoogdieren, al de vissen? Daar wil ik jullie graag iets meer van laten zien. Dit is wat ik doe. Ik ben onderwaterfotograaf. Dus ik maak foto's onder water. Hoe ik dat ben gaan doen, het is een lang verhaal. Na mijn middelbare school ben ik een jaar gaan reizen. Ben ik aan de slag gegaan als duikinstructeur. En ik wilde al snel aan andere mensen kunnen laten zien hoe mooi het onderwaterleven was. En de enige manier waarop ik dat kon doen, is door foto's te maken. En mensen te laten zien hoe het eruit zag, wat ik allemaal zag. Ik heb tijdens mijn studie in Rotterdam, bedrijfskunde, heb ik heel veel kunnen reizen. En heb ik veel projecten kunnen doen voor onder andere natuurorganisaties. En dat is wat ik nu ook steeds meer ga doen. Dus ik ben nu bezig bijvoorbeeld met mijn eerste boek. Nou, dit is waarschijnlijk een van de meest spannende momenten van mijn leven geweest. Als je goed kijkt, zie je daar een rood stipje op het water. Nou, dat is de achterkant van mijn hoofd. En daarnaast, dat is de volgende foto, is dit. Dit is het grootste roofdier op onze aarde, de potvis. Potvissen worden wel 50.000 kilo zwaar. Nou, dat is ongeveer 1000 keer zo zwaar als een gemiddeld mens. Ze zijn ongeveer 15 meter lang en ze kunnen naar 1000 meter diepte zwemmen. En op 1000 meter diepte jagen ze naar gigantische inktvissen die net zo groot zijn als deze kamer, tot wel 12 meter lang. Dit is allemaal op de Azoren, zijn foto's op de Azoren genomen, met potvissen gezwommen. Het zijn heel erg schuwe dieren, dus het is lastig om dichtbij ze te komen. Maar als je eenmaal naast ze ligt, dan is het ontzettend indrukwekkend. Ter grootte van een autobus. Zo groot zijn ze. Een ander van mijn favoriete dieren is de walvishaai. De walvishaai is de grootste vis op aarde. Dus het is geen walvis, maar het is een vissoort. En het is gerelateerd aan de haaisoort. Maar ze zijn niet gevaarlijk. Dus het is eigenlijk een hele grote haai zonder tanden die je niet op zal eten. Maar wat ze wel doen, is dat ze water door hun kieuwen heen zuiveren, waardoor ze plankton eten. En daardoor eigenlijk ook dus helemaal ongevaarlijk zijn. Deze zijn dus ook ongeveer 10 tot 12 meter lang. Leven soms in grote groepen, dus dan kun je er wel 5 tot 10 tegelijk zien. En zwemmen vooral in dat warmere wateren. Bijvoorbeeld rond Galapagos of in Azië. Dit zijn mijn beste vrienden. Als je deze ooit tegenkomt onder water, dan raak je niet uitgespeeld. Op het moment dat je met een zeeleeuw onder water bent, dan snap je pas echt hoe hij zich kan voorbewegen. Dit is een foto van een vriendin van mij onder water. En je ziet hoe nieuwsgierig de zeeleeuwen zijn naar haar toe. Als je onder water bent, dan zwemmen ze om je heen. Ze komen met je spelen, ze brengen een zeester naar je toe. En zijn ontzettend amicaal. De mantarog, niet voor veel mensen bekend. Manta's worden tot wel 6 meter breed. En zwemmen over de hele oceaan. Manta's hebben net zo'n mond als walvishaaien. Dus ze filteren ook plankton uit het water. Maar ze zijn ontzettend mysterieus. Want ze zien er bijna uit als ruimteschepen. Deze schildpad kwam ik tegen midden in de oceaan op de Azoren. Nou, de Azoren liggen in de Atlantische Oceaan. Echt duizenden kilometers van het land af. Maar toch zwom deze schildpad daar. En ik vroeg me af, hoe komt deze schildpad hier en wat heeft hij hier te zoeken? Wat nou blijkt is dat schildpadden, die zwemmen elk jaar vanaf het Caribisch gebied helemaal naar Afrika en terug. En dat doen ze elk jaar weer. En dan zwemmen ze met de golfstroom mee.
Maar daarmee komen ze natuurlijk ook allemaal gevaren tegen. Ze komen haaien tegen, ze komen schepen tegen. En toch houden ze het vol om voor miljoenen jaren lang achter elkaar diezelfde reis te maken. Dit is misschien nog wel een bijzondere schildpad. Dit is de leatherback turtle. En deze heeft een zachte schild. Deze zijn heel erg zeldzaam. Zijn er niet veel meer. En deze zijn net zo oud als de dinosauriërs. En dit is eigenlijk ook de enige soort die net zo oud is als de dinosauriërs, maar die niet is uitgestorven. De leatherback komt ook vooral voor in het Caribisch gebied. En maakt ook datzelfde rondje. Die zwemt helemaal vanaf het Caribisch gebied naar Alaska, naar Afrika en terug. Duizenden kilometers per jaar. De maanvis. Ook een heel mysterieus beest uit de diepte. Maanvissen worden tot wel 4 meter lang. En eigenlijk wat je ziet is, ze hebben een hele grote romp. En dan 2 vinnen, eentje boven en eentje beneden. En de manier waarop ze zich voortbewegen is heel raar. Maar toch op de een of andere manier zijn zij in onze oceaan ontstaan. Misschien nu wel mijn favoriete onderdeel. Wat haaienfoto's. Haaien die ik ben tegengekomen op verschillende plekken. Deze bijvoorbeeld in Costa Rica. Dit is de hamerhaai. En de hamerhaai heeft een hele brede schedel. Omdat hij, niet zoals wij zeg maar, een beperkt zichtveld hebben. Maar hij kan echt 360 graden om zich heen kijken. Dus hij zal nooit iemand op zijn rug hebben die hij niet heeft gezien. De basking shark. Dat is een familie van de walvishaai. Deze komen overigens voor hier in de Noordzee. Dus die zwemmen hier voor onze kust. Maar heel weinig mensen die weten wat deze dieren doen. En wij weten eigenlijk nog maar heel weinig over bijvoorbeeld basking sharks. Waar ze naartoe trekken. Hoe ze aan hun jongeren komen. Dat is allemaal nog heel erg onduidelijk. En als laatste foto, een foto van de haai die jullie allemaal kennen. De witte haai. Deze foto is genomen in Mexico. Ik hoor jullie allemaal denken van, eeuw, dat moet echt een heel, heel eng beest zijn. Was dat niet gevaarlijk? Probeerde je niet te bijten? Haaien zijn niet gevaarlijk. Dat klinkt heel raar. Maar de keren dat iemand wordt aangevallen, dan doet een haai dat per ongeluk. Dus dan bijvoorbeeld dat hij een surfer aanvalt. De keren dat ik haaien ben tegengekomen, heb ik nog nooit bedreigd gevoeld. Daarom wilde ik nog even op het laatste punt van mijn presentatie komen. Wij moeten niet zozeer bang voor haaien zijn, maar haaien moeten wel bang zijn voor ons. Per jaar vangen wij meer dan 100 miljoen haaien. Haaien zijn de afgelopen 50 jaar met meer dan 90% in hun aantal afgenomen. En veel van haaien worden nu met uitsterven bedreigd. En zo geldt het ook met de oceaan. Heel veel van die dieren die je net hebt gezien, die zijn er misschien over een jaar of 30 niet meer. En daar moeten we iets aan doen. Want als we daar niets aan doen, dan kunnen onze kinderen daar die dieren ook nooit meer zien. En dat zou toch echt heel erg jammer zijn. Iets wat ik zelf heb gedaan vorig jaar. Ik heb een groot evenement georganiseerd en ik heb een aantal van mijn helden naar Nederland toe gehaald. Nou, wie zijn dan mijn helden? Dat is onder andere Fabien Cousteau. Dat is een lid van de Cousteau-familie. En Captain Paul Watson, die jullie misschien kennen van Whale Wars van Animal Planet. Dat is de oprichter van Sea Shepherd. En die zet zich heel erg in voor de walvissen. Een andere held, David Dubélé. De beste onderwaterfotograaf ter wereld, die ik altijd wilde ontmoeten. En die voor mij naar Rotterdam toe kwam. Dit is mijn laatste project. Ik ben nu bezig met het maken van een boek over 12 soorten in het Caribisch gebied. En probeer ook het verhaal van al die verschillende soorten te brengen. Wat ik mee wil geven is, probeer je passie te vinden. En probeer zelf die verandering, die positieve verandering te zijn die je wilt maken. En als je je passie vindt, dan vind je die altijd. Dankjewel.